Goedenavond dames en heren, welkom weer bij een nieuwe vlog. Wij volgen op dit moment een brandweerauto. Maar deze staat niet aan. Alleen er was wel chaos. Je moet hem alleen naar voren. Er was wel sensatie in Holtebroek, daar komen we net vandaan. Als je die bar, je hoeft verder niks in te zetten. Ik ben benieuwd wat er allemaal aan de hand is, want we zagen ook politiebusjes voorbij komen. Dus het is even spannend. Wij sensatiezoekers, ik ben ondertussen aan het rijden, staat helemaal nergens op. Maar, oké, de brandweer gaat hier af. Wij gaan echt door. Jammer was in Holtebroek. Ja, maar de brandweer zijn druk bezig vandaag. Op dit moment gaan wij nu naar de bioscoop. Wat is jouw code? 9107. Wel van je tilly. Oh, 2205. Oké mensen, jullie weten mijn code van de telefoon. Ik ben ook een beetje laat voor de film, dus daarom ben ik ook aan het racen. Dus we zijn er bijna. Het eerste is er al. Oké, we gaan naar iets. Wat is jouw code? Iets met The Cure. Nee. Waar gaat deze fiets erheen? Ja, goed zo jongen. Ik hou van fietsers die richting aangeven. Oké, ik heb Maar we gaan naar zijn film. Ik heb geen idee waar het over gaat. Volgens mij is het een beetje een psycho film, net als Split. Ja, die heb ik ook nog niet gezien. Die heb ik nog niet gezien? Nou, ik ga nu voor een tweede keer kijken. Nee, sorry. Ach. Paté. Kijk hoe prachtig. Ik ben zo trots op op deze bioscoop van Zwolle. Nog wel. A cure for wellness. Tess is ook arrived. Se. Yo. Hi. Ja, ik ben de vlogger. Je weet zelf. Oh, je vlogt niet. Irritant. Oké. Dit is de tweede keer deze week dat ik ga. Dat mag ook met zo'n unlimited pas. Ik ben zo blij. Echt waar, I love Pathé, I love Unlimited. Ook is één vage freaking film. ik domme film. Ja, echt. Het was leuk. Deze chick die vindt het leuk, maar ik ben helemaal chagrijnig van deze film. Geïrriteerd aan die hoofdpersoon. En dan al die mensen. Mooie blauwe ogen. Nou, maar blauwe ogen, my ass, maar niet uit. Deze film, ik weet niet man. Ik weet niet wat ik hiervan... Oh, is dat... Mino like it. Zo'n gare film. Ik ben gewoon helemaal chagrijnig van deze film. Nee. Het is gewoon vies. Het is vies, ten eerste. Het is nasty. Snakes is nooit al nasty. Vies is nasty. Vies. En wat nog meer? Het is psycho. Het is mindfuck. Oh, sorry, mind. Wat is de andere woord daarvoor? Ja, is er niet echt voor eigenlijk. Mindblown? Nee. Ik weet niet. Volgens Terza is het een goede review, maar als je van die psycho, rare, gare films houdt, ja, dan moet je hier naartoe gaan. Maar no man. Het begon al raar, het is raar en het eindigt raar. Dat is het. Het eindigt met iets waardoor je meer gaat nadenken. Echt zo'n vraag van oké, wat is nou het einde? Net als bij Shutter Island. Inception ook. Ja. Weet je gewoon niet waarom het eindigt, zeg maar. Of wat nu het einde is. Ik geef deze film een... Johnny Depp. 4 van de 5 sterren, zeg maar. Ja. 4? Nee man, 2,5. Ik voor mij. Nee. Het is wel, zeg maar... Het verhaal is wel oké, zeg maar. Maar gewoon... Hij is gewoon zo dom. Hij is echt dom. Irritant? Ja. Echt heel irritant. Ja. En daardoor vind ik deze film gewoon een scheidfilm. Want telkens als er wat is en je denkt van, oh, hij moet dat niet doen, gaat hij dat doen. Ja, precies. Zo irritant. Nou, als jullie van die gare psycho-films houden, moet je hierheen gaan. Maar als je... Moet je hier naartoe gaan. Om jezelf nog gek te maken, moet je hier naartoe gaan. In ieder geval, dit was mijn review. Bedankt voor het kijken. Oh, we zijn niet als laatste. Jammer. Maar het is nu leuke muziek. Body roll. Bestellen. Wat gaat FKM bestellen? Ik ga precies niks bestellen namelijk. Duits? Oh my god. Oh, deze chick. Deze chick. Ja, zij is echt into Duitsland. Schade Duitsland. Ik in Duitsland. Hummus. Maar goed, ik kan nog steeds niks eten van de Mackie. Dus I stay strong. Mensen, ja, ik heb dikke vette jeuk om mijn haar.
mod. Maar deze meiden zitten gezellig te eten. Lekker te eten. Mm-hmm. Ik zit toe te kijken. Of nou, ik zit eigenlijk even te lachen om mijn eigen snap. Want wij zitten dus... een jongen zit voor ons. Die ons een paar jaar geleden... Nou, hij is ook kerk. Die ons een paar jaar geleden herkende in Amsterdam. We liepen voorbij en hij zei... Kaart zwolle. Ik dacht, wie ben jij toch? Want ik herkende hem echt totaal niet. Nu zit hij dus voor ons met een date. En, of een vriendin. Nou, we gaan hem namelijk niet laten zien, want misschien ziet hij dit. Je weet maar nooit. Maar als je bij Snap hebt, dan heb je diegene gezien. Maar goed. Maar als hij deze vlog ziet, dan denk ik, oh, ze hebben het over mij. Want het waren hun twee. Ja, dan heb je in de gaten, jongen. Ik heb echt toegrip. Ik weet dat ik al wat aan moet doen, sorry mensen. Maar wat ik ook doe, het blijft gewoon freaking droog. Ik irriteer me er dood aan. Maar het is nu vrijdagmiddag. Het is lekker zonnig. Ik ben echt zo blij. Vandaag is echt super mooi weer. En ik zit in de auto zoals je kunt zien. Samen met deze nieuwe driver. Zeggen ze hallo, Aisha. Hi. Zij heeft net een poosje nu haar rijbewijs. En ook al meteen echt een dikke vette waggie. Samen met haar boyfriend. En ik zit nu voor het eerst bij haar in de auto. Gek hè? Ja. Ik ben nog echt op de weg hoor, dus... Boeien. Ja. Kijk, ik weet die... Ik snap je gevoel. Ik snap die pressure nu. Weet je wel? Iemand die al een paar jaar rijbewijs... Een paar jaar. Nog maar die aan mijn rijbewijs, maar... zeg maar, ik kan nog wel herinneren, zeg maar, toen ik voor het eerst reed. En dan, ja, wil je je best doen, maar... Ja, maar... Dan ben je nog gespannen en ja, dan moet je opletten van... Oké, waar moet ik heen? Moet ik wel opletten waar ik heen ga? En we gaan nu even naar de garage, zeg maar. Even iets laten checken van de auto. En dan gaan we gezellig lunchen. Een late lunch, want het is... Heel late. Het is 2:30. En dan gaan we nog naar de IKEA. En dat is een beetje hoe ons middagje eruit ziet samen. Gezellig. Een verrassing, ik ga vandaag mijn nieuwe auto uitzoeken. Ik laat jullie zo meteen zien welke keuze ik ga maken. Er staan hier zoveel mooie auto's. Ja, ik ga een auto kopen. Ik ga even kijken naar mijn nieuwe auto, jongens. We gaan even zoeken. Gaan we de up nemen? Ja, ik wilde eerst wel de up. Die is best wel uitgebreid in de nieuwe up. Ja, ik zou, als ik trainee zou zijn van TPS, dan zou ik een up krijgen. We kunnen niet hierin zetten. We kunnen hier chillen, toch? We gaan even chillen. Dit is echt goals, jongen. Maar goals is hiernaast. Nog meer goals. Audi of... Woe, mooie auto's. Ai, ai, ai. Maar ja, ik heb geen money. Dus me can only check. Look at these beautiful cars and stuff. Ja, gek. Beetje zo range-achtig. Range Rover is echt mijn droomauto. Ja, van IJs ook. Sowieso droomauto. Al hoe lang? Al echt. For life. Dat is geen automaat. Oh, dat is ook een mooie auto. Het is vast een... Ja, sowieso is dat onze droomauto. Maar ja, toen was de Polo dus gewoon de affordable one. So I went for the Polo. Snap ik. Ik denk als je echt dikke carrière... dan als ik de loterij win, dan ga ik die race halen. Oké, okay, jongens, ik heb een nieuwe auto gekocht. ze moeten even wat fixen aan die auto, dus zijn ze even mee bezig. In de tussentijd gaan wij naar de IKEA fietsen. Want we hebben fietsen gekregen. Nou, gezellig! Fiets 7. Ik heb fiets nummer 1. Fiets nummer 1. Oké, mensen. Waar is fiets 1? Ik hoop niet die kleine hoor. Alsjeblieft zeg. Waar staan die? Die grootje. Oh, het is hoppiek koud. Hé hey mensen, ik denk echt dat het zomer is. Deze jas is zo niet dik. Deze jas is echt niet dik. En het waait hier natuurlijk. Heel erg bij het industriegebied. Toen kon ik even. Wacht even. We hebben lekker gefietst. Het was echt kapot koud. Maar we zijn nu eindelijk in IKEA. We gaan even lekker eten. Ik heb even snel wat lekkers gemaakt. Het zit nu in de oven. Aardappeltjes met... het ziet er niet uit. Wow, zus. Ja, de Arisha. Aardappeltjes. Gekookte aardappel in de oven met... champignons, uitjes, knoflook, rozemarijn en
peper en zout en zo. Dus dat, alleen ik had die aardappel iets te lang gekookt, dus sommige, het ziet er een beetje niet heel erg mooi uit. Maar goed, dat is nu bijna klaar. Dan ga ik sporten. Na een hele lange poos ga ik echt weer naar de sportschool. Ik sponsor de sportschool gewoon. Oeps. Maar ik ga ook meteen de sportschool afzetten, want ja, ik doe het gewoon te weinig. Het staat echt helemaal nergens op. Ik weet het, ik ben echt niet zo'n goede doorzetter wat dat betreft. Maar ja, ik wil wel die killer body. Maar ja, dat gaat niet echt, hè, als je niet echt vaak naar de sportschool gaat. Dus ik probeer nu wel thuis te doen. Dus daar ben ik al wel een poosje mee bezig. Of nou, een poosje. Een paar weken. En ja, dat dus. Dus ik wacht nu tot het klaar is. Het duurt 20 minuten in de oven. En dan gaan we 7:30 sporten. Het is nu 6:30. En daarna heb ik geen planning. Gewoon lekker chill, denk ik. Misschien even naar de bios. Nee, grapje. Ik weet het niet. Ik zie wel wat ik ga doen. Oké, change of plans. Ik kreeg, nadat ik had gefilmd dat ik naar de sportschool zou gaan, kreeg ik een appje dat het niet meer doorging. Of dat het dus verschoven wordt naar morgen. Morgenochtend gaan we dus nu sporten. Ja, als ik dat nou net iets eerder had gelezen, dan had ik nog niet omgekleed. Dus ik ben al helemaal ready to sport. Een seconde erop aan. Gelukkig geen rekening. Ik weet pas een auto klaar. Wat voor mini jowels? Dan lepies. En dan prima eten. Serve en turk. Ik heb zingen. Heel lekker. Goed, en nu gaan we over naar het hoofdgerecht. 3, 2, 1. En ik neem denk ik Ben & Jerry's. Ben & Jerry's. Maar dan heb je 4 soorten, hè? Nou, we zijn allemaal uitgegeten hier zo. Iedereen is even lekker aan het chillen. Want Daan die denkt, oh, film mij alsjeblieft niet. Dan ga ik weer. En naast onze tafels hebben we gewoon een dikke lounge. Zitten dan. Open haartje erbij. Met die van mijn zitten. Ik lig heerlijk hier zo. We moesten weer terug naar onze plekken, want we hebben onze. Annalie. Onze toetje. Yay. Wat ik kennen. Kijk eens, ik heb een Ben & Jerry gekozen. Cookie. En dit hebben ze dan bovenop. Ziet er wel goed uit. Ja, kijk. Oh. Se, cookie dough. Twinning is winning. Matching. Heerlijk, ja. Heerlijk, Jacka. Show. Show je ding. Deze guy. Kijk of dat Wayne. Ik ben al een poosje thuis. Ik ben al een half uur thuis. En ik lig ook al een half uur zo op mijn bed. Gaat echt nergens over. Maar ik was een beetje lui, weet je wel. Dat heb je altijd vaak na het eten. Het is al 10:00 geweest nu. Net 10:00 geweest. En lekker rustige zaterdagavondje. Op tijd naar bed. Morgen weer vroeg eruit. En dan neem ik jullie mee naar het feest. Verrassingsfeest van mijn oom. In Almelo. Wordt gezellig. See you then. Kijk die ding, die goat. Ik weet niet wat ik ga doen. Straks gaat hij zwaar attacken. Maar ik had gezegd dat ik zou filmen. Dat ik zou filmen bij mijn oom zijn surprise party. Alleen, zit je goed, jongeman? Hij is hoppie Angie. Alleen, ik was mijn camera nou niet vergeten, maar we gingen meteen vanuit de kerk gingen we door naar de verjaardag. En ik had mijn camera nog thuis gelaten, dus had ik niet kunnen filmen helaas. Maar ik ben nu, het is nu maandag en ik heb even een oppasdagje met Nigel. We zijn nu even bij de kinderboerderij. Want meneertje vindt het wel leuk met al die diertjes. Of niet, Nigel? Vind je het leuk of vind je eng? Eng. Wil je weg of kan ik nog even kijken? Kijk, heel veel. Het ruikt hij zo lekker? Ja, hè? Gezellig. Even kijken. Oké, okay, nou, ik ga even gezellig met Nigel even hier rondlopen. Ga maar, doei.
Even lekker voetbal kijken van mijn broertje en alle andere jongens in de WCV-hallen. Let's go! Nou, ik ben gearriveerd, jongens, met de hele aanmoedigingsclub. En ze staan 5-1 voor, dus het gaat goed. Het gaat niet zo heel best. Het staat ondertussen 7-5. Die mensen, die moeten even scoren. Dat moet beter, hè? Veel beter, het is toch wel rampzalig geworden. Nou, inderdaad. Ja. Hey, doe! Hey, oei, jongens. Doe lijkt toch wel nog goed. Kom op. Oei, jongens. Hey. Yes. Ai, oi. Yes. Oi. Ei, ei. Nog 3, 2, 1 en 14-6. Nou, dat was het dan weer. Goed, dat was het. Ik ga ook deze vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken, jongens. Like, deel en abonneer. En